laat weer zien waar ze sterk en goed in zijn. En dat is toch economie en ondernemers die ervoor zorgen dat we hier voldoende banen hebben en dat we hier zo mooi kunnen wonen. Dit is volgens mij een van de grootste netwerkbijeenkomsten van de regio. Bijna 900 mensen hier, van allerlei plamage, bestuurders, ondernemers, onderwijsinstellingen. De zaal zat stampvol, het programma was fantastisch. Het ging over onze regio, het ging over onze trots. Voor mij is het vooral dat wij het beste uit onszelf halen. En dat doen we door gewoon heel goed samen te werken, geen ruzie met elkaar te maken, elkaar in de kracht te zetten. En weten dat je samen verder komt dan alleen. Nou, het gunnen, groeien en gemeenschappelijk is voor mij de kern van het DNA. En ik kom zelf van niet uit deze regio. En elke keer weer als ik hier ben, en, dan merk je het verschil ten opzichte van de rest van Nederland. En dat is echt dat je elkaar weet te vinden. En ook elkaar weet te boeien op onderwerpen die het er doen. En waar je ook gezamenlijk achter gaat staan. Het is prachtig om te zien. Zoveel energie van ondernemers. De drang om te internationaliseren. Het nadenken over de positie van de regio. Het wordt wel wat hier. We hebben heel veel ingrediënten om ervoor te zorgen dat deze prachtige regio prachtig blijft. Maar ook groeit in het kader van onze welvaart. En volgens mij is dat hard nodig als je kijkt naar de toekomst en de concurrentiestrijd die we ook met andere regio's natuurlijk hebben. En je moet gewoon vertellen waar je mee bezig bent. En daar zijn we in deze regio goed in. Probeer dan aan te geven waar wij de investeringen willen leggen. En hoe iemand anders daarbij kan mee investeren. Een provincie, of het Rijk, of Europa, of allerlei andere bedrijven. Ja, dan ga je samen investeren aan één doel. En ja, dat werkt toch eigenlijk altijd het allerbeste. Individuele mensen die maken eigenlijk dat wat we doen hier met elkaar. En dat iedereen als individu meer naar zichzelf moet kijken en wat kan ik verbeteren aan het gezamenlijke proces. Ga bij jezelf te raden van wat kun je beter en anders doen. En dan creëer je met elkaar op een gegeven moment een breder beeld waar ongetwijfeld verandering in uitkomt. Ja, om nu na 14, 15 jaar hier inwoner te zijn, ook het gevoel echt te hebben om Zwollenaar te zijn, en Zwolle en regio. Vechtdal is gewoon prachtig en we mogen daarvan genieten met elkaar.